Ja, tweede onderwerp van Spotlight, het gaat over de opheffing van het Indonesië Comité. Meer dan 30 jaar terug, om precies te zijn in 1968, werd opgericht het Comité Indonesië. Doel van het comité in de tijd was het stilzwijgen over de misdaden van Suharto en de corruptie van het Suharto-regime, om dat dus duidelijk te maken. Dat was in die tijd kennelijk niet duidelijk en ook daarna is men dus daarmee bezig gebleven. Suharto is nu van het politieke toneel verdwenen. Zijn corruptie is duidelijk, zijn misdaden zijn duidelijk. Tijd waarschijnlijk om het comité op te heffen. We praten met Yvette Lawson, jarenlang het boegbeeld van het comité Indonesië. Welkom in de studio, Yvette. Toen jullie begonnen in 1968 was inderdaad het doel het stilzwijgen doorbreken. Op zichzelf was het eigenlijk al vreemd, want ten aanzien van Vietnam en Angola was helemaal geen stilzwijgen. Maar juist onze ex-kolonie, daar werd in Nederland, terwijl dus die misdaden op zichzelf al bekend waren, het leek wel of er een taboe voor was om daarover te praten. Hoe verklaar je dat? Hoe verklaar je dat? Dat is geen makkelijke vraag. Ik denk dat het erg veel te maken heeft met dat landen als de Verenigde Staten, Engeland, maar ook een kleiner land als Nederland precies wisten wat er aan de hand was, maar heel erg graag in die tijd van Sukarno af wilden. En ik denk dat je de ontwikkelingen in die tijd moet zien nog echt in het koude oorlogsdenken. Mm-hmm. Communisme was eng. Sukarno dreigde toch wel erg veel toe te gaan geven aan de erkende en hele grote communistische partijen in Indonesië. En dat zinde het Westen niet. Jawel, maar dat was toch met Vietnam, kan je toch hetzelfde zeggen. De Verenigde Staten en Nederland in kluis zouden graag willen dat de Nederlandse volking en blok achter dus de acties van Amerika zouden staan. Toch kreeg je grote demonstraties, grote verontrusting. Terwijl dus het massaal vermoorden van, ik geloof, de schattingen lopen tussen 500.000 tot 750.000 Indonesiërs in die tijd, vond nauwelijks enige weerklank. Nee, dat klopt. De vraag is nog steeds waarom precies. En ik denk het onderzoek daarna, ook zelfs voor Nederland, moet eigenlijk nog steeds gedaan worden. Hmm. Wat ons opviel natuurlijk, of wat anderen voor mij opviel, was dat inderdaad de Nederlandse pers er niet over schreef. Of eigenlijk in de trant schreef van, ach, wel goed dat Sukarno is opgekrast. En laten we deze meneer Suharto, die daarna kwam, maar steunen. Ja. Het hele vraagstuk van de moorden waarmee die coup gepaard ging, en het vraagstuk ook van, zeg ik, tienduizenden politieke gevangenen die zonder vorm van proces vastzaten. En de jaren daarop volgend, toen ze vrijgelaten werden, eigenlijk derde rangs burgers in eigen land werden, kreeg nauwelijks aandacht. Het kunnen weten, want het was niet zo dat het absoluut niet in de krant stond. Het waren altijd wel kleine berichten, maar het kreeg geen draagvlak ook in de Nederlandse samenleving. Nee, misschien had dat te maken met dat bijvoorbeeld toch ook de partij als een partij van de arbeid zijn mond er eigenlijk niet in die tijd over open wilde doen op een kritische manier. Maar nogmaals, het is een onderzoek. Ik zeg nog steeds, het is een onderzoek waard. Ik heb wel eens gedacht van dat gemis van het draagvlak ook te maken had met het feit dat, aan de rechterkant had men zoiets van, in onze tijd, in de kolonialiteit ging het allemaal beter, eigen schuld, dikke bult. Terwijl links zoiets had van, moeten wij daar nou eigenlijk iets van zeggen, wij Nederlanders? Moeten wij daar iets van zeggen? Nou, wat er gezegd werd was heel duidelijk. Wij hebben altijd, mijn voorgangers hebben altijd gezegd, luister, de graven waren nog warm in Indonesië. Toen Nederland voortrekker was van het oprichten van de internationale intergouvernementele groep voor Indonesië. Die is hier in Scheveningen opgericht. Het is een donorconsortium, jarenlang en eigenlijk nu met een iets andere naam nog steeds. Dat donorconsortium, dat was dus eigenlijk de concentratie van landen die hulp gaven aan Indonesië, waarvan Nederland een van de belangrijkste was. Nou, wat internationaal geconstateerd werd, was dat het economisch heel erg slecht, eigenlijk een grote bende was de laatste jaren onder Sukarno. En dat was natuurlijk niet in het straatje van het grote internationaal bedrijfsleven. Mm. En ook niet in het straatje van de nodige regeringen. Ja. En men heeft gezegd, kijk, Indonesië heeft politiek, maar ook economisch een sleutelpositie in de regio Zuidoost-Azië. Laten we kijken wat we daarin kunnen doen. En zo is die steun in feite tot stand gekomen met Nederland voorop. Ja. Dat was dus in 68 toen jullie opgericht werden. Of wanneer is die IGI ontstaan? 67? 67. Oké.
Maar zelfs in 1973, toen jullie toch al een tijd lang aan de weg timmerden en toen dus die misdaden van Sukarno toch langzamerhand toch ook wel bekend raakten, toen kreeg je dat in 1973, na dus de staatsgreep van Pinochet in Chili, dat onmiddellijk de hulp werd stopgezet, omdat Pinochet allerlei misdaden uitvoerde, terwijl ondanks jullie streven en jullie signalen dat Suharto eigenlijk hetzelfde deed, ging de hulp aan Indonesië gewoon door. Sterker nog, het was het belangrijkste concentratieland van de Nederlandse hulp. Klopt. Ik kan het alleen uitleggen achteraf met er is in Indonesië ook door het Nederlands bedrijfsleven altijd een heleboel verdiend. Hmm. En duidelijk veel meer verdiend dan in een land als Chili. Dus daar maak je dan misschien politiek leuke zier op om daar iets over te gaan zeggen. Maar richting Indonesië heeft men dat nooit gedaan. Maar 1973 was wel al een tijd waarin ik zeg dat publieke opinie in Nederland wat kritischer werd. Begon te schuiven. Hè? Die is in 70 eigenlijk, denk ik, met een comité bestaand uit kerken, maar ook toen nog erg getrokken door de CPN in Nederland, met Suharto ongewenst. Toen is de publieke opinie gaan verschuiven. En Suharto heeft uiteindelijk natuurlijk maar een paar uur op Nederlandse bodem doorgebracht en is toen snel vertrokken. Ja, want ik weet wel, minister Pronk, die was dus toen ook al minister van Ontwikkelingssamenwerking. En die zat er eigenlijk ook mee in zijn maag met die hulp aan Indonesië. Het was eigenlijk meer de Partij van de Arbeid die hem toe dwong om daarmee door te gaan. Maar die heeft dus toen een nota geschreven wat hem bijna zijn ontslag gekost heeft. Hè? Waarbij hij zich aangaf dat hij er eigenlijk tegen was. Ja, wat er ook van Pronk gezegd of gedacht kan worden. Hij is natuurlijk heeft altijd als minister moeten opereren. Wij zeggen van het is ook een van de ministers geweest waarvan wij altijd duidelijk hebben gemerkt, terwijl we vaak met hem in flinke debatten zijn geweest, altijd hebben gemerkt dat het vraagstuk van mensenrechten hem echt aan zijn hart ging. Hmm. En dat het hele vraagstuk van die politieke gevangenen en dat die mensen vastzaten zonder vormen van proces hem echt stak. Alleen of de politiek was daar misschien maar een deel van de PvdA voor te vinden, zeg ik heel voorzichtig. Een ander deel zeker niet en weinig andere partijen behalve de CPN. Heb jij nou voorbeelden dat jullie echt je kop stoten? Dat je echt zegt, we hebben nog hele duidelijke argumenten, het is zo klaar als een zonnetje. En toch komt daar vanuit de politiek, Partij van de Arbeid, maar ook CDA, die toch ook christelijk-sociale ideeën heeft, dat u echt een... Je komt gewoon geen stap verder. Er is een muur. We hebben wel muren gemerkt. Maar ik zeg, je kunt nooit over een partij praten. En misschien zelfs niet over een minister in één persoon. Als een gesloten bolwerk. Ook binnen de PvdA zijn er altijd verschillende meningen geweest. Maar ook binnen andere partijen. Altijd verschillende meningen. Wij hebben altijd gezegd van luister, voor ons is het verhaal simpel. Die mensen, als ze geen eerlijke vormen van processen krijgen, dan moeten ze vrij. Want waarom zitten ze vast? En ten tweede hebben wij altijd gezegd van luister, er moet onderzoek. Het liefst een internationaal onderzoek komen naar de moordpartijen die hebben plaatsgevonden. Mm-hmm. Stoot je je kop? Ja, we hebben onze kop wel eens gestoten. Maar meer in de trant van hier zijn de gegevens en wat doet u ermee en dan gebeurde er niks. Wat zijn jullie, als je naar terugkijkt, hoe lang ben jij dan al bij? Ik zit er, iets langer, een jaar of 14, 15. Wat zijn nou jullie successen? Nou, ik denk toch een succes, maar dat kunnen wij niet alleen claimen. Het is een internationale beweging geweest die voor de vrijlating van die politieke gevangenen heeft gestreden, min of meer. Ook in Engeland, in de Verenigde Staten en andere landen waren daar organisaties actief. En ik denk toch dat die internationale druk ertoe bijgedragen heeft dat die gevangenen uiteindelijk zijn vrijgelaten. Ik zeg, ik ben er bescheiden over, omdat je het niet alleen doet, maar ook omdat de positie van die ex-politieke gevangenen op dit moment in Indonesië nog steeds een schandalig is. Oh, nog steeds? Ja, de Indonesische regering heeft zelf toegegeven dat nog steeds 1,2 miljoen mensen in dat land last hebben van het feit dat onder het Suharto-bewind, dus tot 1998, mensen allerlei banen niet konden krijgen, met stempels in hun identiteitspapieren liepen, et cetera, et cetera. Dus je zegt, als je daar dan over nadenkt, denk je, je hebt nog wel 10 jaar nodig om toch weer internationale druk en ook met mensen in Indonesië ervoor te gaan zorgen dat er een stukje rehabilitatie voor die 1,2 miljoen of misschien nog veel meer mensen plaatsvindt. Ja, dat Indonesië, dus vreemd, want het is, ik krijg hierna naar jou iemand over Suriname.
Maar ook in 1982 met die Surinamemoorden, dat Nederland de ontwikkeling zo direct stopzette, vanwege 15 moorden, nou op zichzelf terecht, maar vanwege dus de 15.000 of 150.000 moorden die in die tijd in Indonesië gedaan werden, kraaide er geen haan naar. Behalve jullie dan, maar jullie gekraai werd niet gehoord. Nou, er zijn wat meer organisaties geweest die in Nederland ook gekraaid hebben. Maar je hebt denk ik toch te maken met een stukje, ik noem het maar gemakshalve Nederlandse poldergenoegzaamheid. Er wonen wat Indonesische vluchtelingen uit de periode 65-66 in Nederland. Maar het is een bescheiden groep. En die groep is echt als vluchteling gekomen. Was zo blij dat men hier kon verblijven zonder vervolgd te worden. Dat men eigenlijk in alle opzichten altijd de mond dicht heeft gehouden. Ja, ja. Als je nu kijkt naar wat erg in het nieuws is, de Molukken. Dan zie je dat Nederland zich heel goed realiseert dat er 40.000 Molukkers in Nederland wonen. Mm-hmm. Die een aardig kabaal kunnen maken als iets ze niet bevalt. En ik denk dat hetzelfde geldt voor Suriname. Ja, ja. We hebben natuurlijk aardig wat inwoners in Amsterdam, maar ook daarbuiten uit Suriname. En die mensen die zijn wat vocaler en wat, wat meer naar buiten toe gericht ingesteld dan die kleine groep inmiddels 70 plus Indonesiërs die hier in de loop van de jaren 60 is gekomen. Maar jullie hebben dus altijd aan de zijkant tegeninformatie kunnen geven. Je hebt ook wel gedemonstreerd tegen dus die ontwikkelingshulp, voor vrijlating politieke gevangenen, et cetera. Maar een echt draagvlak dat het Nederlandse volk verontwaardigd raakte, dat is eigenlijk nooit van de grond gekomen. Nee, een het Nederlandse volk verontwaardigd hebben we wel, nou dat is een groot woord, maar in ieder geval dat er echt duidelijk publieke opinie gemobiliseerd was, hebben we wel gemerkt. Bijvoorbeeld rond het bloedbad in Oost-Timor in 1991. Ja. Toen is er echt, zeg ik, van links tot rechts in de Nederlandse politiek toch gezegd van dit kan niet langer. Ja. Indonesië kan zo niet een keer blijven gaan in Oost-Timor. En toen merkten we ook dat heel veel Nederlandse maatschappelijke organisaties Toen begon het een beetje door te komen. Ja. 65-66 is een tijd langer geleden. We hadden toen nog niet die prachtige media waardoor allerlei beelden van de bloedbaden uitgezonden werden. En het is politiek weggestopt in Nederland. Ja, dat is waar. Oké, die Suharto is nu van het politieke toneel verdwenen. Hij is ook bijna van de aarde verdwenen, want hij is ook behoorlijk ziek geloof ik. Hè? Ja. Is dat nu eigenlijk de aanleiding om te zeggen van, nou, het is allemaal koekenij nou in Indonesië? Nee, wat ons betreft niet. De directe aanleiding eigenlijk dat we gaan sluiten is dat er in Indonesië na 98 heel veel ten positieve is veranderd. Hmm. Met name bij niet-governementele organisaties die onder Suharto als dissident of staatsgevaarlijk werden beschouwd. Of onder personen in intellectuele kring. Maar ook nieuwe politieke partijen, er is van alles aan de hand. En wij hebben gezegd van nou, daar willen we ons werk goed kunnen blijven doen, op heroriënteren. Daar hebben wij gewoon geen financiële en personele ruimte voor om dat te doen. Nee, we voelen ons, als ik heel eerlijk ben, heel erg dubbel over het sluiten van de deuren, juist op dit moment. Want het is geen koek en ei in Indonesië. Maar kan je zeggen, nou ja, het is nu een land, ja, met zoveel landen in de derde wereld, er mankeert van alles aan, maar het is niet meer, laat ik zeggen, dramatisch slecht. Er zijn een heleboel landen in de wereld waar het minstens zo dramatisch slecht gaat als Indonesië. Dat geef ik onmiddellijk toe. Wat wel aan de hand is dat op dit moment de situatie in Indonesië politiek nog zo instabiel is onder de huidige president. Dat ik zeg, de oudere krachten die 30 jaar lang geprotegeerd zijn en verdiend hebben aan hun president Suharto protegeren, erg op de loer staan om terug te komen en voorop loopt daar in het leger. Trouwens, die dochter van Sukarno, die Sukarno Putri, betekent Putri eigenlijk dochter? Dochter, ja. Ja, dus die dochter van Sukarno, die doet het eigenlijk ook niet zo best, hè? Je hoort er niks meer van. Ze is vicepresident. Op dit moment zijn de geluiden uit Indonesië zo dat het in de nabije toekomst en heel erg snel wel eens zo zou kunnen zijn dat bepaalde, met steun van bepaalde legerfacties, zij toch de huidige president Wahid mogelijk gaat vervangen. Oh. En waar het leger mogelijk op uit is, of waarvan we denken, nou wij niet, maar heel veel mensen in Indonesië denken, is dat zij zelf weinig te vertellen heeft helaas. En dat zij de vlag op het schip wordt en de kapitein mogelijk weer in legerkringen zit. Ja, dat het leger toch weer onder haar vlag
de touwtjes in handen heeft. Ja, er is heel veel aan de hand ten goede, zeg ik. Maar niemand moet onderschatten hoe belangrijk het leger economisch politiek 32 jaar is geweest. En die mensen geven niet zomaar binnen een jaar tijd hun privileges. Nou, gaan jullie dus het comité opheffen met een bijeenkomst. Dat lijkt me nogal logisch. Die bijeenkomst heet dan Nieuwe Tijden, Nieuwe Geluiden. Dat klinkt heel optimistisch. Zo van, hè? Een nieuwe lente en een nieuw geluid. Geluid. Zo bedoelen we het ook een beetje. Onze hoop is dat we met die bijeenkomst, die slotmanifestatie, anderen in Nederland stimuleren om belangrijk Indonesië werk te blijven doen en ander werk op te pakken. Het is bedoeld ook als een stimulans van oriënteren. Wij kunnen het financieel en met menskracht niet meer, maar oriënteren jullie je alsjeblieft op de nieuwe ontwikkelingen. Wie weet komt er iets anders uit. Zeker. En dat is dus dinsdag 7 november in het Tropeninstituut. En het begint om 8:30. Hè? Nee, half acht. En iedereen is welkom? Iedereen is welkom. Iedereen is welkom. Yvette Larsson, heel hartelijk dank voor je komst in de studio. En succes met dus die manifestatie op dinsdag 7 november. Wat ga je trouwens zelf doen na Indonesië? Wat actie te voeren? Of? Nou, de actie wordt dat wij op een goede manier ons 32 jaar documentatiearchief onder gaan brengen. Doen we voordat de deur sluit op 1 december. En daarna ga ik gewoon een andere baan zoeken. Oké, zeg succes daarin. Bedankt. Oké.